Welkom bij mijn 75ste vlog op zondag. 75 keer heb ik nu deze zondagvlog gedaan en ik zal het verder doen. Draagkracht in je zaak, dat is het thema. En als je personeel hebt, dan zou dat ook bij jou een thema kunnen zijn. Ik kreeg van de week een telefoontje van een ondernemster. Die zegt: mag ik met je praten? Ja, natuurlijk. Je mag altijd met me praten. Je weet, uh, telefonische uh, advies is altijd gratis. Ze zegt: ik heb een fantastisch team. Uh, alles loopt eigenlijk heel goed. Maar die die draagkracht krijg ik er niet in. Er zijn een aantal medewerkers die daar hoef ik helemaal niks te zeggen. Die zien dingen, die nemen verantwoording, uh, die, die helpen mij. Dus niet alleen klanten uh, behandelen, maar ook op ander terrein. Uh, die, die zien vanzelf dingen. Dus die mensen ondersteunen mij. Maar alle anderen, die werken wel goed. Maar die ondersteunen mij niet. En ik zou zo graag draagkracht willen hebben. Oké. Okay. Even één uh, middel te, uh, om meer draagkracht te krijgen. Is uh, begin met een salonhandboek. Ga samen met je team een salonhandboek schrijven. En je krijgt... Echt veel meer draagkracht, ik beloof het je. Maar eerst even iets anders, namelijk hoe zitten mensen eigenlijk in elkaar? Daar moet je even over nadenken. Als je het 2080 principe, het Pareto principe kent, dan weet jij dat niet alle mensen eh, jou ondersteunen in je zaak. Dat bestaat niet. Dat, zo is het leven niet. 2080 principe. Ik leg het even heel kort uit. Als je tien mensen hebt, dan zijn er acht daarvan die zijn van nature iets minder uh, actief, uh, iets minder ambitieus, uh, die werken wel, helemaal niks, niks mis mee, maar die zijn gewoon iets minder uh, ambitieus. En twee van die tien, ja, uh, die doen wat, die willen iets, die komen uit hun comfortzone, die zijn vanuit zichzelf, zijn die actiever. En dat zijn ook die mensen waar je dan in de zaak draagkracht van krijgt. Zo zit het leven gewoon in elkaar. 20, 80 bij 10 medewerkers, 8 minder actief, 2 zeer actief. Generaliserend gezegd. Zo. En met die twee, die uh, ambitieus zijn, kun je, dus, uh, ja, kun je dus lezen en schrijven. Daar kun je alles mee doen. Maar je zou zo graag willen dat ook de anderen uh, iets meer deden. Ik kan je vertellen dat heel veel mensen, en dat zijn dan meestal die acht van die tien, die werken gewoon voor geld. Die gaan s morgens uit hun bed en die gaan naar jouw winkel en die willen in jouw winkel niks anders dan een centje verdienen. En voor de rest interesseert het ze helemaal niet. Daar komen klanten. Ze doen alles netjes. Hè? Het is ook niet zo dat ze tegenwerken. Nee, ze doen hun werk en dat doen ze ook heel goed. Maar verder ze willen gewoon een centje verdienen. En dat is het dan. En die anderen, ja, die, die, die willen meer dan een cent. Die willen ook carrière maken. Dat zijn natuurlijk ook dan diegenen die misschien weer voor zichzelf gaan beginnen. Dat kan, hè? Zo actief als ze bij jou zijn, zijn ze voor zichzelf natuurlijk ook. Maar de vraag is: zo zit het leven dus in elkaar. Maar de vraag is: wat kan ik doen om die minder actieve mensen een beetje uh, actiever te krijgen? Een beetje meer verantwoording te geven. Nou, één daarvan heb ik al genoemd. Als je dus samen met je team een salonhandboek schrijft en ik zweer je, dat is helemaal niet zo moeilijk. Uh, samen doe je dat en je kunt mij ook bellen voor advies. Ik heb ook een e-book geschreven dat kun je gratis krijgen. Dus het is allemaal niet zo'n punt. Dus je schrijft samen een, uh, een, een, een salonhandboek en dan krijg je automatisch meer Maar, er is nog meer. Het is niet alleen dat salonhandboek. Als je iets transparanter bent in de zaak, zodat medewerkers ook achtergronden uh, begrijpen, zien en begrijpen van waarom doen wij eigenlijk dit en waarom doen wij eigenlijk dat. Als je dus zelf communicatief bent naar hen toe en vertelt waarom je dingen doet, dan begrijpen ze het meer. Dus ze hebben ook meer raakvlak met je, omdat ze weten waar het om gaat. Zij komen anders alleen maar in die winkel om haar te verwijderen. En, en, en leuke kleurtjes te maken. Maar als ze achtergronden weten, gaan ze je ook meer erin ondersteunen. En eh, medewerkers die dus alleen maar werken, die, die wil je graag motiveren. Maar ik kan je één ding vertellen: motivatie ontstaat alleen maar als er een motief is. Dus als je mensen uh, mee kunt nemen op een reis ergens naartoe. Als er geen doelen zijn, geen zichtbare doelen waar jij naartoe wilt, hoe, 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 wat wil je dan dat je medewerkers daar naartoe gaan? Ik ken zelfs ondernemers die hebben geen doelen. Maar ze vragen wel dat hun medewerkers na, met hun doelen, maar ze hebben zelf geen doelen. En ik ken ook heel veel ondernemers die al innerlijk ontslag genomen hebben van hun eigen winkel. Die staan er ook alleen maar te knippen en te kleuren en meer doen ze eigenlijk niet. Maar van hun medewerkers vragen ze dat ze. Uh, dat ze, zich, dat ze meer doen dan dat. En zelf kunnen ze het ook niet. Als je zelf niet vooruit loopt, als je zelf niet ambitieus bent, als je zelf niet eh, tijdens de actuele uurtjes, eens per maand, met je medewerkers spreekt over de doelen die bereikt zijn, over doelen die niet bereikt zijn, over, over dingen die je wilt doen en hen meeneemt op de reis, heb je geen draagvlak. Dus het heeft allemaal met communicatie te maken. Als je een vraag hebt, heel graag. Stuur een e-mail met jouw vragen. Ik neem aan dat je vragen hebt. Of anders gezegd, ik hoop dat je vragen hebt. Want wie geen vragen heeft, die krijgt ook geen antwoorden. Ik wil je best een antwoord geven. Maar je moet wel vragen stellen. Dus via mijn e-mail info at peptalk.nl Of je kunt mezelf bellen om een vraag te stellen. Maar doe het. Oké, okay, fijn dat je er weer bij was. En tot volgende week zondag. Dag mensen.